20 olifanten. Dit is de hoeveelheid cocaïne die douane vorig jaar in beslag nam. En dit is slechts een fractie van de drugs die ons land binnenkomen. De rest glipt nog steeds door de mazen van ons net. De woorden drugs, maffia, geweld, hub en België worden helaas te vaak met elkaar geassocieerd. De douane wil daar verandering in brengen. We willen onze havens en luchthavens zoveel mogelijk afsluiten voor drugs. Door de meest innovatieve technologieën in te zetten. De douane wil twee zintuigen verder ontwikkelen: haar zicht en haar reukzin. Het zicht zal worden verbeterd door alle, alle risicovolle containers te scannen. Voor de reukzin mikken we op iets wat in de wereld nog niet eerder is vertoond. We willen een elektronische neus gebruiken om goederen te besnuffelen op het ogenblik dat ze uit een schip of vliegtuig worden gelost. Dit alles zal worden ondersteund door een superbrein. De algoritme van onze artificiële intelligentie. Samen met onze douaniers, partners en technologie kunnen we de drugsmafia verslaan. En om ons te helpen in die strijd, stem op ons.